Yo, wat up gasten, de video die je nu gaat bekijken is een nieuwe In het Echte Leven video. Het is een hele opsomming van allemaal dingen waar ik geen volledige video van kan maken. Het zijn niet irritaties of wat dan ook, het is in de stijl van de 10 Don'ts. Ik hoop dat je het leuk gaat vinden en veel kijkplezier. Bassie en Adriaan. Oh, jongen. Kijk eens aan Bassie. Met 30 appeltaartjes moet je een keer stoppen, anders krijg je suikerziekte. Maar meneer zou het wel aan de binnenkant van zijn oogjes bekijken. Daar lig je dan, jongen. Nu is Adriaans enige vriend Robin. En bedankt, lul. Godsamme. Koffietijd. Koffie. Koffietijd. Ah, waarom? Godverdomme! De rijdende rechter. Godverdomme. Nog 5 minuten voor die rechtszaak. Ga eens door! Goeie tijden, slechte tijden. 15 mensen zwanger, 3 moorden en godverdomme 3 junkies. Ik ga echt naar een andere buurt verhuizen. Niet doen! Hoezo niet? Want ik hou van je. Belmer, hoi! Nou... Het zesde zintuig. Ik krijg iets door. Iets met een A, een B, C, D, E, F, G, H, I, J. Inderdaad, zijn naam begon met een J. Hij heette Jan. Ja, Jan is inderdaad wat ik door had gekregen. En was je vader een vrouw? Jij was inderdaad een man. Ja, een man. Jan, een man. Ja, ik krijg het door. De wereld draait door. Wie is de mol? Ik weet dat Patty Bart niet de mol is. En ik weet ook dat dit een hond is. Ik weet niet wat voor soort dier dit is. Met een lange nek. Nee, dat moet de mol zijn. Ja, dat is de mol. Sesamstraat. Hey jongens, welkom bij de nieuwe letter van de dag. Met vandaag als gast Ernie. Hallo. Ja, Ernie, de letter van de dag is de letter K. En heb je al enig idee wat voor woordjes beginnen met de letter K? Ja, natuurlijk. De knettertyfus. Dat begint met de letter K, maar ik zat zelf meer te denken aan knutselen, koken of koekeloeren. Met de K. Ja, of gewoon kutdikzak. Ja. Er zijn mensen die dat negatief kunnen opvatten. Flikker. Dat begint met de letter F. Je hoort het te weten. Hoezo kan ik dat weten? Jij bent het. Klootzak. Dat is ook met de letter K. Op de bon. Zou je alleen een stapje aan de kant kunnen gaan? Natuurlijk, maar wat dan? U staat namelijk op de bon. Oh. Nou ja, kijk eens aan meneer. Wegmisbruikers. Oh ja. Oh yeah. Oh yes. Yes. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Yo, what up gasten! Allereerst bedankt dat jij ondanks het geweldige weer toch nog naar YouTube bent gegaan om mijn video te checken. En daarom neem ik ook direct aan dat jij een beetje hebt verveeld. Een betere reden bestaat er dus niet om mijn video te delen met al je vrienden. Toen begon met name door naar die ene vriendin die houdt van GTST. Die ene gozer die altijd de wereld draait doorkijkt. Of naar iemand die fan is van Wie is de Mol. Het maakt gewoon niet uit, er zijn genoeg redenen om deze video te delen. Dus waarom zou je het dan ook niet doen? Deel gewoon met al je vrienden via Hive, Twitter, Facebook, MySpace, Hotmail, MSN, Habbo. Verzin het maar, alles kan, doe het. Vergeet ook niet om op mij te abonneren, dat kan hierboven. Klik op de abonneerknop en je bent geabonneerd. Zo simpel kan het leven zijn. Mocht je me ook nog een keer willen volgen op Twitter, linkje in de beschrijving, check die vooral. En nogmaals bedankt voor het delen en het abonneren. En voordat ik het vergeet, de video's rechts van mij zijn klikbaar. En gasten, ik check jullie later.